Nou, mijn naam is Tom van der Arend. Ik ben CEO van het ARES SPV en SSN Dierenuitvaart en DMA Vervoersdienst. Onze hoofdactiviteit is dierenuitvaart. Als we denken van nou, we hebben een bepaalde dienstproduct, nou, dan ga je kijken van zijn er oplossingen voor mogelijk in de markt. En dan kom je uit bij software, hardware en dan ga je praten met een partij als Extended bijvoorbeeld. En te zeggen van joh, dit zijn onze ideeën en kunnen jullie daar wat mee? Kunnen we daar wat voor bedenken? We zijn denk ik een van hun langslopende projecten in een extended omgeving. Dat komt ook omdat we een redelijk gecompliceerde bedrijfsproces zijn. We zijn ook maar een klein bedrijf, dus we moeten daar ook onze middelen steeds voor vrijmaken aan mensen en tijd. Daarom loopt het wat langzamer dan we zelf zouden willen. Maar het gaat steeds stapje voor stapje en uiteindelijk gaan we komen waar we wezen willen. En dat wordt ook heel goed opgepakt door Extended. En die faciliteert waar mogelijk. En dingen die we zelf kunnen doen, doen we weer zelf. En het is een mooi over en weer gegeven. Wat Extended ook doet, ik denk dat het heel slim is. Ze blijven bij hun core kennis, van waar ze zelf heel goed in zijn. En ze proberen uit de markt. Proberen ze de partijen bij zich te voegen die ook een bepaalde expertise in huis hebben en daar ook eigenlijk de beste bij wijze van spreken in zijn. En ik denk dat dat heel slim is en daardoor kun je dus ook hele mooie projecten realiseren. Ik vind sterke punten van Extended dat je met een idee kan komen of een probleem. En dat ze daar actief in meedenken en het creëren voor oplossingen. Soms verbaas ik me erover hoe snel men op de stoep staat als we een probleem hebben met een printer. Dus, en ook als het niet zou oplossen, dan weten we zeker, dan, als het moet, dan staat er gewoon binnen de kortste keer een andere machine. Dus dat geeft wel een stuk vertrouwen en, en ook een stukje rust. Want je weet gewoon dat stuk is afgedekt en dat wordt gewoon goed geregeld en dat is goed geregeld. En je kan er ook op aan. Je weet gewoon van oké, als het echt een probleem is, dan wordt het gewoon in orde gemaakt.